Dag Paul, een blauwtje. Wat verwacht ik van vandaag? Heel veel inspirerende mensen te spreken en mezelf te kunnen laten zien. Verschillende bedrijven te zien en inspiratie op te doen. Nou, ik hoop heel veel te kunnen zien, te kunnen meemaken, te kunnen leren, leuke gesprekken aan te kunnen gaan, een beetje netwerken. Dames en heren, talenten, hartelijk welkom. Spoed je naar de grote zaal waar ik op je wacht, want het belooft een heerlijke, inspirerende Food Inspiration Talent Day 2012 te worden. Wees welkom en kom binnen. Wij vinden onze bedrijfstak van gastvrijheid en food, vinden we zo geweldig interessant dat we doodzonde zouden vinden als er talenten zijn die na school besluiten niet in de bedrijfstak in te gaan. We willen mensen hebben van vlees en bloed die een paar jaar hebben gewerkt, de kennis hebben van de werkvloer en het verhaal van hunzelf en het bedrijf gaan vertellen. En dit is de groep van 15. Ik ben ooit in Maastricht en daar nog studeren. Ben ik gewoon uit kantoor binnengelopen en ik heb gezegd dat ik wil hier komen werken. Dat biedt jonge mensen die laten zien wat ze willen en meedenken met het bedrijf. Dat biedt ze gewoon de kans om verantwoordelijkheid te krijgen. En als je het aan kan, dan mag je hem pakken. Het gemoedelijke, de korte lijnen. Het is een beursgenoteerd bedrijf, maar uiteindelijk wel echt met een familiaire sfeer. En dat merk je echt. Koen Slippen staat dan aan het hoofd. Maar als ik die nu bel, ik heb een idee, dan kan ik hem nu bellen. Nou, je krijgt dan gewoon een berichtje van de luchthaven. Binnen een half uur moeten er 2000 broodjes gesmeerd zijn. Zo. Ja, dat is wel even aankomen. Ja. Ja. Dus dan moet je alles gaan coördineren. Wat ik voornamelijk mee heb genomen uit de hotelschool, dat je heel veel theorie leert. Maar dat je het uiteindelijk pas echt allemaal gaat leren als je gaat werken, want dan vallen alle puzzelstukjes en theoriestukjes in elkaar. Heb je je op een speciale manier voorbereid op je sollicitatie? D. Rest to impress. Op kop ligt E. Ik ga vraag E stellen. Afgelopen week was ik bijvoorbeeld in Oostenrijk. Hebben we een restauranttraining gehad bij McDonald's. Dus hebben we gewoon een hele dag fysiek in het restaurant staan te werken achter het frying station, om gewoon de klant beter te leren begrijpen en kijken wat daar in de keuken gebeurt. Ik vond het veel interessanter om met name mensen te ontmoeten en de kansen te pakken in het moment. En dat maakt mijn opleiding gewoon echt leuker. En ik merk dat nu ook op mijn werk, dat de kansen pakken, dat gewoon heel belangrijk is. Het is toch het grootste gedeelte van je week waar je mee bezig bent. Daar moet je gewoon veel lol in beleven. En met mooie feesten en evenementen denk ik dat ook een hele leuke invulling is van je werk. Food service branche is echt een hele bijzondere branche. Dat vind je niet ergens anders zo snel terug. Nee, je krijgt een overruimte om jezelf te ontwikkelen. Het komt niet op je af, dus je moet wel zeggen wat je wilt. Maar gisteren had ik durf te vragen. Dat werkt in Unilever ook heel goed. Als je durft te vragen dat je verder wilt, dan help je daar ook bij. Het geld wordt voor de schermen verdiend. En ik ben ervan overtuigd dat je het samen met z'n allen moet doen. Ik denk niet dat de functie het verschil maakt. En maar ja als persoon. C. Wat is het meest gênante dat je op je werk is overkomen? Dat is meer dan de helft, zeg. Jezus. En toen had ik een dienblad echt helemaal vol met rode wijn staan. En het is echt super cliché, want er stond ook een onwijs leuke dame in een witte jurk. En ik dacht dat ik dat zeker boven mijn hoofd over kon dragen. En dat ging in een botsing toch verkeerd. Eigenlijk in plaats van dat we alleen maar omzet willen we eigenlijk ook kijken hoe we de mensen kunnen helpen. En op basis daarvan eigenlijk relaties opbouwen en daaruit samen verder. Ik gaf het al aan, je kunt op verschillende niveaus bij ons binnenkomen. En we zijn een bedrijf wat nog steeds vast groeiend is. Dus we zijn echt hard op zoek naar jonge talenten die in ieder geval heel erg gepassioneerd en vooral ook het gezicht van Laplace willen zijn. Er is gewoon heel veel gaande binnen de zorg. Er zijn heel veel ontwikkelingen.
ze zitten op het gebied van gastvrijheid, moeten ze omhoog, hun budgetten zitten krap, kwaliteit, wat ik net al zei, moet omhoog, ondervoeding, MVO, en ja, eigenlijk in de functie waar ik nu zit. Ja. Ja, kan ik een toegevoegde waarde leveren? Kan ik proberen dat onze klant zeg maar, op al die punten kan inspelen? Altijd als planner gewerkt, een jaartje bij On Board Shore, de huisketeraar aan boord van het SS Rotterdam. En ja, om dan een uitdaging aan te gaan, cold calling, een stukje relatiebeheer ook, dan leer je wel kennen dat het salesvak gewoon in je genen moet zitten. Zeg maar. Je krijgt zoveel gelegenheid om jezelf te laten zien. Ze hebben een Young Professional traject. Dus ze stimuleren heel erg de jonge talenten. En ik denk dat heel belangrijk is. Ik moet zeggen wat kwijt, dat heb ik weer door jeugd. Ik hoop dat jullie ook nu een beetje los zijn. We gaan nu naar de ringen toe, we zijn op tijd voor de speed dates. Ik heb je regels, maar ik zei één niet verkeerd, ik ben ondernemers. Ik hou van regels over de regels heen te gaan. Ga gewoon voor jezelf kijken, waar wil ik volgend jaar staan, maar waar wil ik ook over 10 jaar staan? Sterker nog, waar wil ik over 20 jaar staan als persoon? Het is niet alleen dat iemand bij mij solliciteert en heel veel over mij weet en over mijn bedrijf waarvoor ik werk, maar ik ga ook op mijn kandidaat af. Ja. Door Twitter en Facebook te checken, wat houdt hem of haar bezig? Wat is de passie? Wat zijn de hobby's? Hoe staat hij of zij in het leven? Foodservice op de Hotelschool Maastricht is meer dan een minor. Het is enthousiasme, passie en plezier. Het is proeven, ruiken, vallen en weer opstaan. Laat je nooit van zijn leven door iemand zeggen van, oh dat kan je niet joh. Je kan nooit van zijn leven een filmmaker worden, je bent een banketbakker. Je kan alles doen. Doe het. We hebben een prijs voor de beste pitch. En die drie sterren pioneerschap, die mag ik jou overhandigen. Je mag een jaar lang gratis bij ons te gast zijn als drie sterren pioneer. Ik heb die nacht ook in een badkuip geslapen, omdat ik gewoon echt niet meer in dat bed durfde te liggen. Ik was bang dat ik opgegeten werd. Dat was een beetje de keerzijde van het project. Levert natuurlijk superleuke verhalen op. Als schrijver denk je alleen maar van yes. De winnaar is Niels Kochel Kochel. Wat is het leukste aan werken in de horeca? De afwisseling, hard werken, hands-on en je ziet de quotes die erbij staan. Een eye-opener, wat een leuke bedrijf. Kent onze branche. Ja. Succes, over 5 jaar sta ik op het podium en dit is de sfeer. Die centimeters die voorbij komen, die moet je pakken. En als je die pakt, dan kom je in flow, dan kom je in groove, dan gaan dingen lopen. Dan denk je, hoe kan dat nou? Ik zit in een bar en dan zit net die Vincent naast me. Hoe kan dat nou? Dat moet je niet afvragen, dat moet je omarmen, embracen. Heel leuk om elkaar te zien en ja, met elkaar te delen. Je ziet mensen heel nerveus en vervolgens blij gezichtjes uit gesprekken komen. Dus dat is heel leuk om te zien. Ik vond de gastsprekers heel interessant. Weet je, gewoon leuke onderwerpen, veel diversiteit. En leuk interactief, dus ik vond het een hele gave dag. Gewoon Charles van Gogh, hoe die op zijn podium staat en hoe die spreekt en hoe die doet. Dat is fantastisch. We'll be right back.
echt super blij mee. Het is een hele inspirerende dag, een veelzijdige dag. Interessante sprekers. Ja, een hele grote aanrader. Absoluut.